3FM WPRO Podcast. Podcast van VPRO 3 voor 12 over de muziekindustrie. Atze de Vrieze en Malou Mirema praten hierbij over het belangrijkste nieuws achter de schermen. Ja, welkom bij De Machine. Een nieuwe aflevering. Goed dat je weer luistert. Hopelijk ben je al net zo gewend aan ons nieuwe wekelijkse ritme als wij zelf. Want we zitten er weer. Welkom. Leuk dat je er ook bent weer, Malou. Ja, laten we maar weer beginnen met een vraag. Wat denk jij? Op de camping van Lowlands. Het is klaar. 3 dagen Sodom en Gomorra. We gaan weer naar huis, naar de echte wereld. Hoeveel afval blijft daarachter? Hoeveel kilo? Hoeveel kilo? Ik vind het echt heel moeilijk altijd. Zeker. Ik denk 2000. Ja. 2000 kilo. 2000 kilo. Ja. Ja, en? Okay. En? Ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Dat hoor je zo meteen. Oh my God. We gaan het hebben over rotzooi, onder andere. En over rijen. We gaan het ook hebben over clubben. We gaan het altijd over hebben over clubben. Dat is een van onze favoriete onderwerpen immers. Maar waar gaan we het niet over hebben? Over Glennis Grace. Die had afgelopen weekend een heel bijzondere snabbel. Namelijk bij de Sultan van Brunei. Een van de rijkste mensen ter wereld. Weet jij waar dat ligt, Brunei? Ik heb echt geen idee. Ik zeg het, ik denk echt, wat is dit? Ik zoek het ook maar op. Ja, oké. Okay. Nu kom ik echt over als een blondje. Anyway, we zouden je dolgraag willen uitleggen hoe ze daar belanden en wat ze ervoor kreeg. Maar we hebben er niet meer over gelezen dan de RTL Boulevard headlines. En eerlijk gezegd maakt het ons verder ook niet zoveel uit. Nee, maar ja, Brunei dus. Ja. Ja. En popzanger Flemming ontvangt de eerste diamantenplaat van Nederland. Diamantenplaat? Ja, zeker. Dat is de overtreffende trap van goud en plaat. Voor 200 miljoen streams op zijn album. Waarvan ongeveer een derde... Ja, dat is afgespeeld bij jou thuis, toch, Atze? Zeker. Ik dans automatisch bij ons in de woonkamer. Ja, ja, ja. Dat is een groot fan bij ons in huis, van Flemming. Van jou ook? Nou, hij heeft wel een paar hele goede tunes, moet ik zeggen. Maar bij mij blijft het dan wel bij 3 of zo. Terwijl hij heeft een heel album vol wat gefroten wordt door de fans. Ja. Ja. En nog een fascinerend nieuwsbericht uit Denemarken, waar het OM een artiest, of eigenlijk gewoon een random dude, aanklaagt wegens grootscheepse streamingfraude. Uh-huh. Ja, de man van 53 zou miljoenen luisteraars hebben en even populair zijn als bekende Deense popartiesten. Maar het Openbaar Ministerie gelooft daar helemaal niets van. Hem wordt verweten dat hij zich verrijkt ten koste van echte artiesten. Ja, ik heb even gecheckt bij René Passet, onze Deense correspondent, die voorheen veel voor ons schreef, maar nu daar woont. En het is niet alsof dat een soort van boef of frenna is waarvan je denkt van, die kennen we allemaal, maar klopt dit allemaal wel? Uh-huh. Heeft hij echt zoveel streams? Dit is gewoon echt een onbekende figuur. Geen echte artiest. Maar heel raar. Heel raar verhaal. Ja, ik zou er best wel een item inzien als de uitspraak komt van deze zaak. Ja. Misschien komen we erop terug. Ja. I love streamingfraude. Ik ook. Wat gaan we doen? We gaan het zo meteen hebben over de grote nieuwe club die aangekondigd is in Utrecht. Wordt Utrecht dan een echte clubstad? Maar eerst, afgelopen maandagmiddag om 3:30, wandelde ik op de Lijnbaansgracht in Amsterdam. Ik was op weg naar een interview met The Last Dinner Party. Check dat vooral, staat al online. Ik trof daar voor de Melkweg een totale chaos aan. Allereerst 2 nightliners langs de kant. Dat hoort er een beetje bij. Eentje stond midden op de weg geparkeerd, een derde dus. En links en rechts op de stoep zaten fans. Ze hadden regenboogvlaggetjes bij zich, stiften en bordjes, zakken chips, flesjes drinken. Ik knipperde een keer met mijn ogen en de linkerrij die stond op. Dat waren namelijk de VIPs. En die gingen niet naar de Last Dinner Party, maar naar René Rapp. En wat ze achterlieten was een soort van vuilnisbelt waar zelfs het Leidseplein, waar ze toch wel wat gewend zijn, van bloosde. Het was echt ongelooflijk. Ja, echt waar. Ja, en dan heb je, kijk, Leidseplein of die wegen daaromheen zien er toch al een beetje goor uit. Ja. Alsof je het kots van gisteravond nog tegen de muur zit geplakt. Ja. Ja. Maar daar was het zo'n bende. Dacht ik, wauw. Had jij overigens wel eens van haar geworden, René Rapp? Ja, ik zie haar dus de laatste tijd heel erg veel op social media en dan vooral op Instagram en TikTok voorbij komen. Ja. Want zij gaat gewoon de hele tijd viraal met extreem chaotische fragmenten van haar interviews. Want ze is gewoon een soort quote-kanon. Is het zo, ja? Ja, is heel grappig. Maar en ja, volgens mij verder dan haar muziekcarrière, ze is een soort middle-of-the-road popster. Maar waar ik haar eigenlijk dan
vooral nu mee zie opblazen is dat zij in de zij heeft in de musical of de Broadway adaptatie van Mean Girls gespeeld. Zeg mij niks. Jij kent Mean Girls niet. Nee, zeg mij echt helemaal niks. Wat is Mean Girls? Wat? Oké, okay, ja, dit is echt. Ik ben waarschijnlijk ook niet de doelgroep. Nee, je bent niet de doelgroep, denk ik. Maar voor iedere meid die ooit 15 is geweest, is dit de Holy Grail. Oké. Een film over een meisje die volgens mij uit Zuid-Afrika naar Amerika komt verhuizen en daar op een Amerikaanse middelbare school moet passen. En dan weet je wel, gaat ze... Dat lukt gaat natuurlijk ze, niet. Precies. En dan krijgt ze aan de stok met de Mean Girls en dan wil ze erbij horen. En het gaat over populariteitsstrijd en je plekje vinden. En nou ja. Jezelf mogen zijn. Precies, jezelf mogen zijn. Maar vooral met heel veel hele domme grappen. Echt heel leuk. Anyway, daar is dus een reboot van gemaakt en zij speelt daarin. En ze speelt daar de Evil Queen Regina George in. Dus ik wil hem nog wel heel graag zien. En ze heeft een hit ook uit die film, hè? Ja. Dat klinkt ongeveer zo. Met Megan Thee Stallion er ook nog op. Dus dan weet je dat je in de A-klasse meespeelt. Maar we gaan niet hebben over de carrière van Renee Rapp. Nee. Dat zal allemaal verder wel. Het gaat me om die rij. Ik ben sowieso altijd gefascineerd door rijen. Ook als ik langs een restaurant loop waar een rij staat. Je hebt dat soms in de wereld, in grote steden, gewoon zo'n pizzeria waar iedereen in de rij staat. Of een schnitzeltent, omdat dat de eerste tent is waar de schnitzel ooit geserveerd werd. Waar mensen in de rij staan. I love that. Ja. Maar bij concerten gebeurt het ook best vaak. Maar ik heb nog niet vaak gezien dat het zo'n puinhoop opleverde. Terwijl dat is wel zo. Bij de Ziggo Dome wordt ook nemen mensen ook van alles en nog wat mee. Maar, en ze laten het dus achter. Laat het dus ook achter. Ik dacht, ik wil weten hoe de Melkweg daar nou eigenlijk mee omgaat. Schrokken zij ook van de fans van Renee Rapp? Ik vroeg het aan programmeur Anna Veenstra. Nou, we vinden het wel vervelend. Maar we schrikken er niet echt meer van. Want we zijn natuurlijk wel wat gewend. Het was nu wel substantieel meer puinzooi dan normaal gesproken. Omdat er wordt verbouwd op de brug bij ons. Waardoor het voor ons moeilijker was om het te reguleren. En tussentijds op te ruimen of te laten opruimen. Je ziet steeds meer van dit soort opkomende rising popstars. Met een hele fanatieke doelgroep die dus vroeg al voor de Melkweg liggen. Dus we zijn het wel gewend. En normaliter staat er ook een ingangsconstructie met hekken. En daar hangen wij dan vuilniszakken aan op, zodat fans daar hun troep in kwijt kunnen. Die ingangsconstructie stond er dus deze keer niet vanwege de verbouwing. Dus dat was gewoon heel onhandig. Zeker omdat Renee Rapp twee keer kwam. Dus ik was volgens mij, wanneer was het? Zaterdag? Nee, zondag en maandag. En ik was zaterdag naar Oyster. En ik liep naar buiten in de nacht rond een uur of drie. En toen stonden ze er al. En deze mensen gaven aan dat ze voor twee shows kaartjes hadden gekocht. Dus deze mensen die staan dus gewoon twee of drie dagen lopen ze rond. Ik weet niet of ze dan die na die tweede dag of na die eerste dag nog even naar huis zijn gegaan. Ik hoop het wel voor ze. Midden in de nacht waren ze er dus al. Ja. Ik liep gewoon naar buiten na mijn feestje. En toen stonden ze daar al. Ja, vrij intens. Maar hebben ze dan slaapzakken bij zich? Of hoe verzorgen ze zichzelf? Ja, ze hebben slaapzakken bij zich. En ze hebben van die... dat is een beetje zilverfolie. En dat houdt ze warm. En dat slaan ze dan om hun heen. En dan zitten ze daar met thermosflessen, thee. Dat gelukkig dan weer wel. Dit is een uitzonderlijke situatie. En we hebben het laatst natuurlijk ook over Xikers gehad. En dat is ook een vrij uitzonderlijke situatie. Ik had dat eerder niet meegemaakt. Wij hadden dus ik denk dat het er 25 waren die dus de avond ervoor er al lagen. Maar de rest kwam echt al om 6-7 uur 's ochtends. En op een gegeven moment kregen wij dus bij de receptie mailtjes binnen van fans die er nog niet lagen, maar die wel dit op social media voorbij zagen komen. Fans die er al zo vroeg lagen. Van, hey, Melkweg, doen jullie? Jullie moeten hier iets mee doen. Zij verpesten het voor ons. Want straks hebben wij helemaal geen goede plekken in de zaal. Weet je, dus ze zijn heel lief voor elkaar. Maar dit voelde ook echt een beetje als klikken
En dat wij dan tegen die mensen moeten zeggen van ga naar huis, want je verpest het eigenlijk voor de medefans die pas veel later of na school pas kunnen komen of zo, weet je wel. Wat er normaal gesproken gebeurt is dat ik rond 9:30 bij de Melkweg aankom om mijn kantoordag te beginnen. En dat er dan gewoon een plukje mensen ligt. Hoe wij dat managen is dat wij vanaf 11:00, 12:00, wij noemen dat brugsecurity, dus security inroosteren. Dus die staan dan ook in contact met de fans en checken of het goed met ze gaat. En delen af en toe wat water uit of zelfs thee of warme chocolademelk. Maar ze proberen deze fans natuurlijk ook te ontmoedigen van blijf niet te lang liggen. En zeker als het heel koud of heel warm is. Ja, kan dat ook best gevaarlijk zijn. Want deze kids die zorgen niet zo goed voor zichzelf. He, die eten, gaan bij de Mackey een hamburger halen. En vergeten gewoon water te drinken. En zodra ze dan in de zaal staan in de avond, onder indruk van de artiest en vol spanning en zenuwen, gebeurt er nog wel eens dat er dan ook wat mensen, fans, flauw vallen. En dat is natuurlijk gewoon zonde. Is de Melkweg best een grote zaal, maar ook weer niet zo groot. Je zou denken, je hoeft, ja, alleen als je op de allervoorste rij wil staan, moet je er vroeg zijn of zo vroeg zijn. Ja, klopt. Nee, en dat is ook precies wat zo'n security persoon ook zegt. Van, hè, die geeft ook wel echt even duidelijk weer van het is, we staan maar met 1350 of soms 1400 mensen in de zaal. Dus er is echt vanaf overal zijn er gewoon prima zichtlijnen. En, maar weet je, voor deze artiest, het gaat niet alleen maar om dat plekje in de zaal. Het gaat ook om de hele beleving en om het feit dat je om 9:30 ochtends al met je vrienden kan praten over de favoriete artiesten. En ze doen dansjes en ze zijn aan het zingen en spelletjes aan het spelen. En het is voor, ja, weet je, ik vind dat ook. Ja, het kan vervelend zijn en het laat veel troep achter. Maar het is ook wel echt heel erg leuk om te zien. Want dit is gewoon echt bonding. Mensen maken vriendschappen voor het leven. Ja, dat laatste snap ik eerlijk gezegd wel. Ja, je hebt het ook wel eens gedaan, toch? Jij bent een keer voor Fan voor een dag bij AT's, die K-pop groep. Ja, en je zag daar ook dat mensen een soort glijdende schaal, of hoe zeg je dat, vergrotende trap. Nou ja, en ze kijken naar elkaar en ze denken, nou, ik stond daar om 10:00 bij de Ziggo Dome en toen had ik een gesprekje met wat fans en die zeiden, ja, moet je die daar zien, die op die stoeltjes zitten daar. Die daar onder het dakje. Die waren er al gisteravond. Die zijn knettergek. En ik was er om 10:00 en ik dacht, ja, er is ook geen reden waarom ik hier nu al zou moeten zijn. Want de Ziggo Dome is, ik heb een stoel met een nummer erop. Ja, precies. Een soort dus van hiërarchie van knettergek zijn. Hiërarchie van knettergek zijn. Maar ik voelde wel echt het bonding idee wat zij ook omschrijft, Anna. Ja. Heb jij het wel eens gedaan? Gewoon echt zo vroeg naar een show? Nee. Omdat je, niet alleen omdat je vooraan wilt staan, maar ook omdat je wilt bonden met andere fans? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Maar ik kan me ook wel, ja, ik kan me wel heel erg voorstellen waarom het vet is. En ik kan me ook wel heel erg voorstellen van, want dit zijn natuurlijk dus René Rap en bijvoorbeeld een zo'n K-pop act. Die hebben natuurlijk op hun eigen manier fans die heel erg voelen dat ze onderdeel van een subcultuur. En een subcultuur die ze misschien niet heel erg, weet je wel, kunnen ervaren in hun, waar, weet je wel, waar zij wonen, in hun thuisstad of hun thuisdorp of waar ze ook vandaan komen. Maar iets wat je echt meemaakt op social media. Op TikTok en op Instagram en waar je onderdeel van bent van een online fan community. En dan zijn dit soort momenten natuurlijk juist momenten dat je echt samen kunt zijn en echt samen met die superfans dat kunt ervaren. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat je je daarin helemaal wilt onderdompelen. Want dat is waarschijnlijk iets wat wel heel bijzonder is en echt onderdeel voelt van je identiteit. Maar wat je eigenlijk niet in levende lijven op die manier vaak meemaakt in je leven. Nee. Precies. Maar ik vind dat aspect er dus wel vet aan. Je voelt dat die mensen dat de tijd van hun leven hebben. Mm-hmm. Je kan het je niet voorstellen als je ze in de regen ziet zitten. Want het is koud en af en toe windvlaag. En het ziet er helemaal niet aangenaam uit. Maar ze hebben het wel naar hun zin. Dus dat is wat mij betreft oké. Okay, maar die troep. Ja, dat is jammer, ja. En ook het feit dat je als popzaal, het is niet binnen je muren. En je bent dus niet verantwoordelijk voor die fans. Maar je hebt er wel last van. Want de buren vinden het natuurlijk niet leuk. Nee, zeker. Ja. En je hebt duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Maar het is me toch een puinhoop aan het eind van de dag. Ik herinner me,
wat ook een probleem is natuurlijk, is dat op het moment dat, want het is natuurlijk nu best wel koud, op het moment dat fans gewoon 's nachts al gaan slapen in zilverfolie voor de deur van je zaal en ze komen dan binnen. Ja, wat nou als ze gewoon op het moment dat ze binnenkomen en het concert begint helemaal uitgeput zijn? Ja, dat zijn ook redenen dat ze tegenwoordig gewoon veel jonge fans uit het publiek moeten halen tijdens het concert, omdat ze flauw vallen, omdat ze onderkoeld zijn en dan opeens weer warm worden. Weet je, het is ook best gevaarlijk. Dus op het moment dat dat publiek je zaal binnenkomt, dan ben je er wel weer verantwoordelijk voor. En dat lijkt me wel heel ingewikkeld. Ja, zeker. Ja. En ik ben dus ook benieuwd wat je dan met die troep moet, want die moet toch opgeruimd worden. Jij bent ook naar de closing van de school geweest. Hè? Ja, wauw. Dat vond ik echt intens. Dat vond ik nog next level. Dat je weet dat mensen daar uren en uren gaan staan. Je nodigt ze ook uit om dat te komen doen. In dit geval bij de Melkweg worden de mensen helemaal niet uitgenodigd. Ze hebben liever dat ze gewoon om 7 uur als de deur open gaat komen naar binnen, drankje bestellen, vooraan gaan staan, whatever. Ja, maar bij de school was het, je weet het gewoon, en het was een berg aan zooi dat je denkt van, waarom doen jullie daar niks mee? Ja, waarom wordt dit niet tussendoor gewoon opgeruimd? Ja, ja, het was echt heel smerig inderdaad. Zeker. En dat is natuurlijk wel een tafereel dat we ook kennen van maandagochtend na een festival. Dat je over een terrein loopt en dat je denkt, tering. What happened here? Ja. Een slagveld. Een soort Braveheart. Ja, ze hebben daar natuurlijk veel ervaring mee bij onder andere Lowlands en Down the Rabbit Hole. Hoe doe je dat? Hoe zorg je dat het weiland wat je zo mooi hebt aangekleed, waar iedereen 3 dagen lang een paradijs heeft kunnen ervaren, niet als een vuilnisbelt achterblijft? En dan vooral die camping. Dit is Bente Bolman van Lowlands. Nou ja, je ziet nog wel steeds de beelden natuurlijk op Instagram ook voorbij komen op maandagochtend, van dat er toch wel behoorlijk wat afval achterblijft. We merken wel de laatste jaren, en zeker sinds corona, dat bezoekers daar veel bewuster mee omgaan en het zelf ook belangrijk vinden dat het wat schoner blijft en dat ze duurzaam te werk gaan. Maar als je naar Lowlands 23 kijkt, daar blijft dan uiteindelijk toch 200.000 kilo afval op de camping achter. Dus dat is inderdaad een flinke berg. En 65.000 bezoekers, 200.000 kilo, dat is meer dan 3 kilo per bezoeker. En dan moet je bedenken dat er ook nog genoeg mensen zijn die hun spullen gewoon meenemen. Ja, nee, dus het is ook echt heel veel. En tenten, partytenten, stoeltjes, noem maar op. Dat tikt aan. En eigenlijk begint het al als je thuis vertrekt. Hè, omdat we zeggen van denk goed na van wat je meeneemt, wat je echt nodig hebt. En verbruik dat daar of neem het ook weer mee terug naar huis. Jullie hebben dit jaar voor het eerst een soort tentjes, lease systeem. Wat houdt dat in en heeft dat ook iets hiermee te maken? Ja, klopt. Dat zagen we op Roskilde. Die bieden dat al een aantal jaar aan. En dat houdt eigenlijk in dat je je tentje inderdaad kunt leasen voor een vriendelijk bedrag. Hè. Per bezoeker betaal je daar €47,50 voor. Dan krijg je een 2-persoons tentje met daarin een opblaasmatras. In tegenstelling tot alle accommodaties op de glamcamp kun je nog wel zelf je plekje op de camping zoeken. Dus je kunt gewoon met je vrienden goed bij elkaar staan. Of als je een groepscampingplek hebt, kun je ze daar neerzetten. En dat is inderdaad, die tenten die worden na afloop weer ingenomen. Er zit ook een borg van €50 op. Die worden schoongemaakt, die worden opgeslagen en die worden volgend jaar weer gebruikt. En dat is inderdaad een onderdeel van ook de strijd tegen van mensen die hun tentjes achterlaten. Hè, dus dat je goedkoop een tentje koopt, 1 keer gebruikt en dan op maandagochtend denkt van nou bekijk het maar, die ga ik niet weer mee terugnemen naar huis. Je hebt misschien ook niet de ruimte om die dan op te slaan en te laten drogen. Dus dat doen wij voor je. En we beginnen nu met 4.000 van die tentjes. We gaan even kijken hoe dat loopt. Maar ik denk dat dat een grote stap kan zijn. Je zat er een factor 100 naast, man. Ja, ik weet ook geen factor. 200.000 kilo. Ja, ik ging voor een druppel en het blijkt een zwembad te zijn. Wauw. Insane. Ja, bizar. Misschien iets om over na te denken als je rotzooi achterlaat op een festivalterrein. Dat iemand dat ook moet opruimen. En dat je dat best ook zelf kan doen. Ja. Goed, we gaan naar Utrecht. We gaan een keer naar Utrecht. Wanneer heb je voor het laatste trein naar Utrecht gepakt om te clubben, Malou? In
in december. Oh, nog best recent. Ja, best recent. En dat was toen ook een week waarin ik in die week 3 keer in een Utrechtse club stond. Kijk, nou, hier, er is het aan de hand. Terwijl Nachtminnend Amsterdam wacht op de opvolger van de school, komt het belangrijkste dancenieuws van deze week namelijk uit Utrecht. Een stad waar het nachtleven er traditioneel best wel een beetje bekaaid vanaf komt, mag ik zeggen, want ik ben zelf een Utrechter. Daar opent binnenkort een nieuwe club, grote club, die belooft spannend te gaan programmeren. Dus de vraag is, kan Utrecht dan een echte clubstad worden? En wat kunnen andere steden daarvan leren? Eerst maar eens even over die club. Wat wordt het voor een nieuwe club? Kabul Agogo heet die. Ja. Ja, het idee is dat het eigenlijk een soort... Dat het meerdere onderdelen heeft. Dus niet alleen maar een club, maar ook een restaurant. Of eigenlijk meer een soort hal met food trucks, toch? Ja, klopt. Dat ze er ook live muziek willen gaan programmeren. Nou ja, moet allerlei verschillende functies krijgen. Echt een cultureel bolwerk. En een club die ook best wel heel groot is naar Utrechtse maatstaven. Ja. Want de grote zaal zou een capaciteit krijgen van 1700 man. Oh, het is trouwens in het voormalig Central Studios. Waar heel lang onderweg naar morgen is opgenomen. Yeah. Maar goed, dus dan weet je ook. Het is een hele grote zaal. Staat dat nog eigenlijk onderweg naar morgen? Nee, toch? Geen idee. Kijk, dat soort dingen toch helemaal niet. en een kleine zaal van 350 man. En volgens mij, dat is het ook over... Nou ja, dat klonk dan heel fancy. Een modulaire club. Dus dat ze die zalen eigenlijk kleiner zouden moeten kunnen maken... Ja. Naar hoeveel mensen er op dat moment binnen zijn... en hoe groot ze het feest... inschalen. Ja, er is ook nog een hal naast die niet gehuurd wordt, maar wel eventueel gebruikt kan worden. Dus op het moment dat ze een festival zouden willen geven, dan kunnen ze die er ook nog bij betrekken. Dus dan hebben ze echt wel echt een flinke capaciteit die ze kunnen gebruiken. Ambitieus. Ja. En vooral ook omdat ze echt regulier willen gaan programmeren. Ja, zeker. Ja, want als je dan nu kijkt naar wat er in Utrecht is, dan zijn er volgens mij maar 3 locaties die echt, weet je wel, dedicated alleen maar nachtprogrammering doen. Waarvan 1 locatie dan een eigen programmering heeft. En dan dat is? De Basis. Ja, de Basis aan de Oude Gracht in het centrum. Ja, de Basis inderdaad. En ik bedoel, je hebt daarnaast natuurlijk ook nog wel Was en zo. Maar Was heeft dan veel minder vaak feesten. Tivoli Vredenburg en Echo bijvoorbeeld. Maar die doen natuurlijk ook heel veel popconcerten. En van alles en nog wat. Dus dat valt daar allemaal binnen. En dit wordt echt een dedicated locatie. Dus dat is ook wel weer iets cools om in het aanbod te hebben. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben ook wel benieuwd. En ik ben vooral ook benieuwd hoe het komt dat die Omar Wazek, de eigenaar, de oprichter van deze tent, die eerder betrokken was bij het filmcafé, hoe die dat voor elkaar gekregen heeft om zo'n grote club van de grond te krijgen. Want als je kijkt naar de verhalen uit Amsterdam en ook uit andere steden in het land, dan is het helemaal niet zo makkelijk om nu een nieuwe locatie te vinden. Volgens mij hadden de opvolgers van de school vast dolgraag op de avond van de sluiting bekend willen maken waar ze hun volgende project gaan starten, toch? Dat denk ik ook, ja. Ik zocht hem op, Omar Wazek, in die club. Ik heb even rondgelopen. Het is inderdaad echt groot. Het is echt groot. Hoe heeft hij het voor elkaar gekregen om dit van de grond te krijgen? Nou, dat is ook niet zomaar gegaan. Dat zien de meeste mensen natuurlijk niet. Maar ik ben al 10 jaar actief in Utrecht om dit voor elkaar te krijgen. Ik heb ook wel eerder een tijdelijke locatie gehad. En ik denk dat dat me ook erg heeft geholpen. Daar heb ik me kunnen bewijzen. Wij hebben in Utrecht een nachtvisie. En wij hebben besloten dat er een aantal nieuwe clubs bij moeten, 3. En daar hebben we ook een soort van tijd aan gebonden. Dus voor 2030 heeft Utrecht 3 nieuwe nachtclubs. Maar wie is dan wij? Dat is de gemeente in principe. Maar in samenspraak met de SIEN, moet ik dat zo zien? Ja, ik zeg vaak misschien wij, maar het is de gemeente Utrecht die dat heeft besloten. Wij zijn wel daarin een adviserende rol geweest. En met wij bedoel ik dan eigenlijk de hele sector, de nachtsector. Oké, dus dan komt er zo'n document. Je weet al dat eraan gewerkt wordt. En dan denk je, dit gaat in mijn voordeel werken. Ja, kijk, ik ben natuurlijk al 10 jaar bezig met het realiseren van zo'n plek. En in die fase komt corona er even door. En dan zien we het belang van nachtcultuur. Dan komt dat even aan het daglicht. Vervolgens rolt daar een document uit waar we ons aan moeten gaan houden. En dat heeft dan wel in ons voordeel gewerkt. Wat las je erin waarvan je dacht van, kijk, dit is mooi? Nou, het eerste waar ik bijzonder blij van werd, is dat we moeten gaan leren te accepteren dat er gemengde functies kunnen zijn bij een plek als Filmcafé of Kabul. Het hoeft niet zo te zijn dat we het alleen keuren als het gaat om de vergunning op... Dit is een restaurant, dus je mag hier alleen maar eten.
Je kan ook in dat restaurant dansen, als het aan de eisen voldoet. En je kan nog veel, veel meer activiteiten daar organiseren. Maar dat was in Utrecht voorheen heel strikt, wat nu wat ruimer wordt. We gaan wat ruimer beoordelen. En dan zit jij op een plek bij het Werkspoorkwartier, heet het hier. Dat is best ver buiten de stad. Is dat fijn of is dat eigenlijk, wil je liever in de binnenstad zitten? Nee, absoluut niet. Wij willen zo ver mogelijk uit die binnenstad zitten. Wat er in de binnenstad gebeurt in de horeca, dat er van alles naar binnen loopt. En dat is natuurlijk heel gunstig voor de omzet. Maar hier proberen we te programmeren voor bepaalde doelgroepen op verschillende avonden. En hier fietsen mensen speciaal naartoe. Hier komen mensen uit andere steden speciaal naartoe. En dit is het. We kunnen hier wat gerichter mensen ontvangen. En we kunnen ook daardoor beter de veiligheid van onze gasten waarborgen. In de clubcultuur zijn er bepaalde normen en waarden die door de bezoekers heel erg geaccepteerd worden. Maar ja, als daar in één keer een vrijgezellenfeest uit de provincie naar binnen loopt, dan verandert de sfeer in de kamer heel erg snel. Dat kunnen we in de binnenstad minder goed waarborgen dan hier aan de Ravelranden. Maar je hebt het dan met name over de queer community, denk ik. Specifiekere, extravagantere feesten. Is dat wat je ook wil gaan doen in deze club? Ja, onder andere. Maar het is ook niet heel fijn als er een vrijgezellenfeest op een hiphopfeestje komt binnengelopen. Maar wij hebben natuurlijk wel affiniteit met de queer community. En willen daarin ook zeker zorgen dat zij in ieder geval een ruimte hebben waar zij hun activiteiten en clubavonden kunnen organiseren. Ik denk persoonlijk, en dan spreek ik uit ervaring, dat dat beter is als dat net iets buiten de binnenstad is van Utrecht. Ja, het filmcafé dat ging open in 2017. Maar daar probeerden we natuurlijk Utrecht ervan te overtuigen dat het nachtleven niet alleen in de binnenstad zou plaats moeten vinden. En het is echt een hele lange weg geweest. We hebben echt veel avonden gehad waar er 0 mensen waren, maar ook waar 1 persoon kwam opdagen. En we waren heel goed voorbereid met redelijke namen, mooie geluidsinstallaties en 6 man personeel achter de bar. En dan langzaam dropen we 1 voor 1 weg naar huis, omdat er dan toch niemand kwam. Maar aan het eind, toen voordat filmcafé sloot, toen stonden er wel 1300 gasten op een avond. En dat heeft een groei doorgemaakt. Wat voor ons natuurlijk heel mooi is om te zien. Maar dat is echt iets wat we kunnen veranderen in een stad. En we hopen dat hier ook te gaan doen met onze zondagfeestjes overdag. Dat is in andere steden wel al geslaagd. Dat is in Utrecht nog niet. We gaan dat net zo lang doorzetten totdat dat een ding wordt. Je hebt hier een dynamiek van meerdere plekken die dicht bij elkaar zijn. De Was zit hierachter, de Nar aan de andere kant. Hoe is de interactie dan met die andere plekken? En werken jullie daarmee samen? Is er contact onderling? Ja, absoluut. We kennen elkaar allemaal. En wij zaten hiervoor met het filmcafé ook in het gebied. En er was toen al sprake van samenwerkingen. We houden rekening met elkaars programma, dat we daar niet hetzelfde gaan programmeren op dezelfde avonden. En ik denk dat het een hele goede toevoeging is voor het gebied dat er weer een nieuwe verse partij bij komt. Want we zijn nog lang niet klaar met het Werkspoorkwartier. We staan eigenlijk aan de vooravond van een heel mooi tijdperk, denk ik, dat aanstaande is. En het is denk ik alleen maar goed als er nog meer bij komt van mijn part. Dat nieuwe tijdperk dat moet beginnen op 12 april. Dan gaat Kabul Agogo open. Dit was de eigenaar Omar Wasek. En hij begon eigenlijk meteen over die nachtvisie. Dat gemeentelijke document. Dat viel mij op. Want die nachtvisie die is natuurlijk vorig jaar uitgekomen. Een beetje een navolging van een soortgelijke nachtvisie, zoals in Amsterdam ook al was uitgegeven. Echt een beleidsdocument waarin wordt aangegeven: dit is wat we zien in het nachtleven van onze stad en dit is waar we naartoe willen groeien. En dat gaat dan over vraagstukken zoals veiligheid, over de diversiteit van het aanbod. Ik zag ook dat in deze nachtvisie voor Utrecht wordt dan vastgesteld van er is te weinig diversiteit. We willen meer verschillende soorten feesten, meer verschillende soorten niches bedienen, meer verschillende soorten bevolkingsgroepen. Het is te eenduidig voor alleen maar studenten. Ook juist omdat dat een van de dingen is die vannacht leven echt cultuur maakt. Ja, precies.
een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, maar waar ook echt geëxperimenteerd kan worden. En nou ja, volgens mij, want er werd in die nachtvisie heel erg uitgegaan van het idee, er is genoeg talent hier, maar je moet wel plekken bieden waar je dat talent kan samenkomen en kan experimenteren en proberen. En ook een wat groter podium kan pakken. Ja, dus vandaar natuurlijk ook de expliciete wens om echt drie mooie clubs daaraan toe te voegen die ook allemaal wat anders bieden. Ja, het is ook wat dat betreft wel een mooi teken, vind ik, dat cultuurbeleid, dat meer is dan subsidie. Want er wordt vaak aan gedacht, er moet geld ingestoken worden, er moeten tonnen op tafel komen. Dat is niet het enige waar behoefte aan is. Dat is in dit geval ook helemaal niet aan de orde. Die tent krijgt geen subsidie. Maar het gaat om vergunningen. Het gaat om nadenken van hoe komen mensen daar? Gaan we bussen laten rijden? Komt er OV in de nacht? Ja, precies. Want je zit wel buiten het centrum, dus je wil eigenlijk een connectie hebben met het Centraal Station. Dat is gemeentebeleid waar je wat aan hebt. Ja, precies. Het gaat over toegankelijkheid ook. Van hoe kom je eigenlijk op die plek? Hoe zorg je dat het publiek dat je daar wilt hebben, hoe zorg je dat dat er ook kan komen? En ook voor een betaalbare prijs natuurlijk. Ja, zeker. Er wordt wel met spanning naar uitgekeken in de stad Utrecht. En ik denk ook daarbuiten. Want het is natuurlijk een grote stap. Er komt ineens een grote club bij die regulier wil gaan programmeren. Dan denkt iedereen toch van ja, gaat dat lukken? Kan dat? Zijn die mensen daar? Moeten ze van buiten de stad komen? Ja, precies. En al helemaal natuurlijk de wens om feesten op zondag te geven. Want dat zagen we natuurlijk wel in Amsterdam. Dat bepaalde clubs dat wel lukt. Vooral dan de school deed het natuurlijk met die weekenders. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Want je moet een publiek daar echt een beetje voor opvoeden. En gewoon überhaupt het concept introduceren. En je begint wat kleiner en langzaam kan je dat opvoeren en groter maken. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat gaan doen. I love clubben op zondag. I love it too. Echt. Ja, echt sick. Laat maar gebeuren. Ondertussen is er natuurlijk ook nog Tivoli Vredenburg. Ja. Dat is altijd een beetje een rare speler, vind ik, in die nachtmarkt. Want voor poppodia is het heel belangrijk, de nacht. Maar ook heel ingewikkeld. Althans, ik vind Tivoli Vredenburg een geweldig concertpodium. Maar niet per se altijd een geweldige club. Heb jij dat ook? Herken je dat? Ja, zeker. En dat komt vooral heel erg door de locatie. Want ik vind wel vaak dat op het moment dat je clubfeesten doet in een poppodium, ja, je blijft voelen dat het een poppodium zit. En zeker dat, daar, want je moet eerst met de roltrap omhoog. Ja, naar beneden precies. Gaan de mensen die net bij een kamermuziekconcert vandaan komen. Ja, precies. En het zit ook in gewoon allerlei van die dingen, zoals, weet je wel, hoe de lichten zijn afgesteld en hoe dat eruit ziet, hoe donker je zo'n zaal kan krijgen, of daar pikzwart kan worden of niet. Iemand die daar alles over weet is de danceprogrammeur van Tivoli Vredenburg, Lisa van der Brink. En die probeert stukje bij beetje van Tivoli Vredenburg meer club te maken. Dit is hoe ze dat doet. Dat zit hem in dat je hebt een heel groot podium, je hebt veel licht, je hebt veel geluid, waardoor de faciliteiten voor zo'n show ideaal zijn. Het zijn vaak hoge zalen. Niet per se een clubsfeer, maar goed, die nacht is wel heel belangrijk in een podium. Dus wil je kijken van hoe kunnen we zo'n zaal transformeren om toch dat clubgevoel te geven, ook voor artiesten. Want een hoog plafond is eigenlijk niet goed voor een club. Ja, je wil het liefste natuurlijk ergens in een hele laag parkeergarage staan waar maar één lampje staat te branden. En dat is niet bij ons. Dus moet je gaan kijken van hoe kan je er toch voor zorgen dat die zaal zo intiem is dat gaat kolken. Dat gaat zelfs zo ver dat je nadenkt met het team van moeten de lichten bij de barren worden gedimd. Dus soms hebben we ook meetings om daarover te gaan praten. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat die zaal zo donker mogelijk wordt. Tot een paar jaar geleden had je vaak dat de booth op het podium stond, maar dat hebben we bijna niet meer. Vaak staat hij nu voor het podium. Maar dan heb je of heel erg veel decor nodig om dat podium onzichtbaar te maken, want dat is veel loze ruimte om naar te kijken. Of je vult het op met mensen. En in Ronda is dat wel heel gaaf hoor. Ja, want dat doe je tegenwoordig. Dus dat mensen dus achter de DJ-booth mogen dansen. Ja, klopt. Ja, perfecte manier om je loze ruimte te camoufleren. En het is ook per avond verschillend. Dus wat ik zeg, het is echt maatwerk. Bij een blackout dat we hier doen, wat meer drum en bass gericht is, heb je de booth op het podium en wordt er meer gezonden. Maar bijvoorbeeld als we Chris Tussi of Kiki hier hebben staan, is het ook voor die artiesten veel fijner om het publiek dichterbij te hebben. En daarbij ligt onze ambitie ook wel bij het meer boeken van dat soort namen. Maar goed, De geluiden zijn vaak ook al van ja, ik vind de sfeer niet heel erg fijn. Dus zijn we echt hard aan het werken om te kijken hoe we ook de artiesten en DJ's kunnen overtuigen wel hierheen te komen. Want we kunnen dit heel erg goed.
En wat het leuke is, is dat ook naar aanleiding van die veranderingen in Ronda afgelopen december, dat er gewoon mensen mij filmpjes aan het sturen waren van in welke zaal ben ik nu? Ze herkennen die zaal gewoon niet meer terug. Je podium voelt niet meer als podium, maar echt als een nieuwe club in de stad. Het is ook wel arbeidsintensief, omdat je continu aan het kijken bent van hoe moet die zaal anders. Dus je moet er goed over nadenken met productie in een changeover. Want je moet soms ook van een band in de avond weer naar de nacht. Maar goed, als je dan dat podium op wil, dan heb je mojo barriers nodig voor de veiligheid. Dat moet allemaal worden opgebouwd. Dus je moet goed nadenken dat er genoeg tijd is, dat niemand overwerkt raakt en dat je extra personeel hebt. Dus ja, het is heel erg maatwerk en goed te overleggen met iedereen. Dat was het dus in december, hè? Dat was bij de Kiki-avond, toch? Ja, klopt. Werkte het? Ja, ik vond het wel publiek op het podium werken, ja. Ja, omdat dat podium, dat voelde gewoon zo overheersend. Het voelde hiervoor zo leeg. Terwijl op het moment dat je daar gewoon feestend publiek achter een DJ ziet staan, van het voegt gewoon veel meer vibe toe. Het werkt inderdaad een stuk beter. Ja, ik denk dat heel veel poppodia in het land hiermee kampen. Hoe doe je dat nou? En zeker ook met die changeover. Dat je eigenlijk maar een uurtje of misschien anderhalf uur hebt om van een concert over te schakelen. Iedereen eruit, zaal schoon en decor opbouwen. Of nieuwe productie opbouwen. Dat is best wel ja, daar heb je hard werken. Tijd voor, zeker. Goed. Dat was Lisa van der Brink van Tivoli Vredenburg. Ik ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken voor Utrecht, de nieuwe clubstad. Pas maar op, Amsterdam. Je moet je wel een beetje opgniffelen, hè? Ja, nee, maar tegelijkertijd denk ik van, ik zou het heerlijk vinden. Want om eerlijk te zijn, ik heb het idee dat we wel even wat nieuwe ontwikkelingen kunnen gebruiken. Zo is dat. Ik mis het. Ja, ik heb het idee dat het wat weer meer mag broeien. Ja, ja. We gaan naar de hot take van de week. Die komt deze keer uit eigen keuken. Want onze redactiestagiair Tyrone, die zat zichzelf op te vreten over een release waar hij eigenlijk heel veel zin in had. Afgelopen vrijdag kwam het nieuwe album van Yeet uit. En hij is al een van de allerhotste rappers van het moment. En in korte tijd is hij echt extreem populair geworden. En hij werkt zelfs samen met supersterren als Drake. En het nieuwe album heet 2093. En er staan samenwerkingen op met Drake, Lil Wayne, Childish Gambino en Future. En het had dus echt een geniaal album kunnen zijn als het voor de held zo lang was geweest. En daar erger ik me wel echt aan. De artiesten houden gewoon te vaak fillers op hun plaat om meer te verdienen aan streams. En die fillers zijn eigenlijk altijd gewoon gemakzuchtige nummers die de kwaliteit van de plaat omlaag helpen. En ja, het is gewoon elke keer zonde. Dus rappers, stop alsjeblieft met albums van meer dan 20 tunes maken. Je doet hier niemand eigenlijk een plezier mee. Ja, het is wel waar. We moeten terug naar het alle 13 goed tijdperk. Zeker. All killer, no filler. Een hot take uit mijn hart gegrepen. Voel je hier nou ontzettend door aangesproken? Ga dan vooral even naar onze socials. Instagram, Twitter, Facebook, Threads. Threads, daar kun je gewoon lekker over door discussiëren. Want daar staat deze hot take ook te vinden. Dit was de machine voor deze week. Volgende week zijn we gewoon weer. Tot dan. Hé, maar Atze. Ja, ga toch vanavond naar Suzanne en Freek. Ja. Hoe laat ga je er zijn? Ja, heel vroeg. Ik ben fan voor een dag, dus ik moet in de rij. Echt zoveel zin in. 3FM. Podcast. De deuren van het lesbische clubhuis zijn weer geopend. Hoi, Vera hier. Samen met Anne Fleur Schipper maak ik de podcast De Lesbische Liga. Daarin hebben we het uitgebreid en vrij schaamteloos over de beste en soms ook de slechtste queer films en series. Onze obsessies met lesbians, maar ook belangrijke levensvragen als kun je wel vrienden zijn met je ex? En we spreken onze favoriete rolmodellen. Van Claudia de Breij en Francine Ome tot Fresia Cousinho Arias en Merel van Dongen. Make Lesbi Great Again. Luister De Lesbische Liga in je favoriete podcast-app.